Dames en heren, goedemorgen. We zijn hier aanwezig op een van de zuiveringen van Waterschap Noorderzijlvest. Dit is de zuivering in Eelde. Hartelijk welkom bij deze livestream. Wij zijn hier aanwezig om te vieren, want dat mogen we toch wel zo zeggen, de legging van het eerste zonnepaneel op een van onze zuiveringen. De zuivering in Eelde, daar zijn we dus nu, is bestemd voor het zuiveren van het rioolwater van zo'n 100.000 mensen. Dat noemen wij inwoner-equivalenten, maar het zijn gewoon mensen. Betekent dat dit een belangrijke zuivering is voor een groot gebied, Eelde, Norg, Rode, Fries, Tinalo, er komt nogal wat op ons af in deze rioolzuivering. En dat maken we allemaal ontzettend schoon. Althans zo schoon mogelijk. En dat gaat vervolgens dan het Noord-Willemskanaal in. En bij dat hele proces van die zuivering is het zo dat er nogal wat stroom verbruikt moet worden. Voor alle installaties, pompen en dergelijke. En om die stroom nou op een duurzame manier op te wekken, hebben wij besloten om onze zuiveringen, zoals deze dus ook in Eelde, te voorzien van zonnepanelen. En vandaag hebben wij het eerste zonnepaneel gelegd. Ik moet zeggen gelegd, want u ging ervan uit dat die live handeling live zou zijn. Nou, het is tv, het blijft tv. We hebben dat net een half uurtje geleden gedaan, omdat het inmiddels behoorlijk gaat regenen. En wij dachten van, nou, we willen toch een beetje droog blijven. En dat is gelukt. We schakelen dus straks even over naar een beeld van ongeveer een half uur geleden, voor het leggen van het eerste paneel. Wij hebben als waterschap Noorderzijlvest besloten om al onze zuiveringen te voorzien van zonnepanelen. Te beginnen met 7 stuks, waarvan Eelde dan in dit geval de eerste is. En de andere zuiveringen die zullen in de loop van volgend jaar volgen. En waarbij we dan erin slagen om een behoorlijk stuk energie op te wekken op een duurzame manier, op onze eigen grond, met onze eigen panelen. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op. Nou, veel langer hoef ik het niet te maken. Fijn dat u wilt deelnemen aan deze happening. En ik heb al net gezegd, we hebben het leggen van het eerste zonnepaneel al een half uurtje geleden opgenomen. Van die prachtige handeling mag u nu even gaan genieten. Dank u wel. Is it? No.
Jezus, net zeg als ik in de vallen te kunnen. Ik ook. Hoi. Goed ja, we laten het even hier. Ik heb vallen te kunnen. Even aan de kant van het paneel en dan... Oh, even hebben we een vastpak, als ik loskom. Ja, als er maar genoeg foto's gemaakt worden. Ja. Mooi. Oké. Nou, dat was de openingshandeling samen met Herman. Ik ben Tjitse Mollema, adviseur duurzaamheid van het waterschap. Dat was het eerste paneel van ruim 1500 die hier op Eelde komen te liggen. 450 watt piek. En bij elkaar opgeteld gaan we hiermee zo ongeveer 3% van ons jaarverbruik kunnen afdekken. Als wij nou straks eind volgend jaar klaar zijn met dit project, dan kunnen we ongeveer 7% van ons jaarverbruik afdekken in kilowatturen. En als nou straks de zuivering van gaarkeuken op termijn ook klaar is en de panelen die daarbij gelegd kunnen worden, dan komen we tot ongeveer 12% wat wij op onze eigen terreinen van de zuiveringen voor onszelf kunnen opwekken. Nou, en waarom doen we dat nou? Herman gaf het natuurlijk net ook al even aan. Wij hebben doelstellingen op het gebied van energieneutraliteit. En dat hebben we afgesproken met de andere overheden in Nederland en uiteindelijk natuurlijk ook met Brussel, Klimaatakkoord van Parijs. En om te werken aan die energieneutraliteit is het enerzijds zaak om minder energie te gaan verbruiken en ook minder broeikasgassen te gaan uitstoten. En anderzijds om datgene wat we dan toch nog doen, en zeker op zo'n zuivering wordt vreselijk veel stroom verbruikt, om dat dan ook zelf op te wekken. En energieneutraliteit, dat zou best kunnen dat op termijn zelfs klimaatneutraliteit wordt, waarbij we dan ook uitstoot van methaan en andere broeikasgassen nog zullen moeten in eerste instantie verminderen en in tweede instantie compenseren. Dus dit soort projecten die hebben wij als waterschap hard nodig. Andere waterschappen zijn er ook mee bezig, wij zijn daar niet uniek in. Maar waar we wel heel veel geluk mee hebben, is dat wij vrij veel restruimte hebben. U kunt zich voorstellen, een zuivering in het westen van het land, die zitten zo dicht in gebouw, die hebben veel minder ruimte over. Nou, die ruimte die wij over hebben, die benutten we graag. En dat geldt ook nog voor andere plekken binnen ons beheergebied. Wij zijn op zoek naar andere plekken waar dubbel gebruik voor energieopwek mogelijk is. Dat leggen we binnenkort ook voor aan het bestuur. En een aantal van die plekken gaan we wellicht zelf nog invullen. Of misschien ook wel door derde partijen die dan op onze grond hun energie zouden kunnen opwekken. Nou, dat laatste raakt ook weer aan de regionale energiestrategieën waar we in zitten. Wij als waterschap nemen daar een deel, maar ook de gemeentes en de provincies. Zowel binnen de RES regionale energiestrategie Groningen als ook binnen de RES Drenthe hebben we afspraken gemaakt en kunnen wij wellicht dus nog derde partijen faciliteren. En zo werk je samen aan die energietransitie. Hoe dat verder wordt, dat gaat in de toekomst blijken. Voor nu hebben we in elk geval dit project vast in wording en geregeld. Het eerste paneel is gelegd. Daarmee was dan ook de openingshandeling van dit project gerealiseerd. Ik zou wel zeggen, alvast hartelijk dank voor het kijken. Dit is ongeveer het einde van die livestream. Maar niet voordat ik in elk geval een aantal mensen nog hartelijk ga bedanken. In eerste plaats natuurlijk de mannen van E2 die buiten nu met laarzen in de blubber de rest van het project aan het maken zijn. Niet alleen hier, maar straks ook nog op een aantal andere zuiveringen. In de tweede plaats zeker ook mijn eigen collega's, ook een Klaas Vleems die dit project begeleidt als projectleider. Maar de mensen die daar, de collega's die er anders nog bij betrokken zijn, ook zeker van de zuiveringsinstallatie zelf, die krijgen er ook een ander type
apparaat krijgen ze erbij, waar ze ook beheer en onderhoud op zullen moeten plegen op termijn. Last but not least, organisaties om ons heen die dit ook mede mogelijk maken. Hè, RVO, SDE-subsidie, maar in dit geval bijvoorbeeld ook een gemeente Tinalo voor de vergunningverlening. Zo zijn er al met al nogal wat mensen betrokken bij een dergelijk project. Wat mij betreft hartelijk dank. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.